Goedemorgen allemaal. Durven met dienstverlening, beste mensen, dat moeten we denk ik inderdaad doen. Meer durven dan de voorbije 10 jaar. En waarom zeg ik de voorbije 10 jaar? Exact 10 jaar geleden stonden wij hier om het nieuwe publicatie voor te stellen, het handboek dienstverlening, over het kastje in de muur. En ik denk dus dat vandaag een moment is om 10 jaar terug te blikken, maar ook 10 jaar vooruit te kijken. Ik ga dat niet doen, voor alle duidelijkheid, op basis van de publicatie die u straks zal ontvangen. Daar zal u de tekst ook in terugvinden. Ik ga proberen gewoon een aantal rode draden bij het begin van deze dag mee te geven, om even gewoon een dwarsverbinding te maken doorheen heel die publicatie. Vandaar dat ik met u 5 analyses op basis van het verleden, 5 uitdagingen, 5 perspectieven voor de toekomst. En omdat dan alles uit 5 bestaat, ook 5 conclusies met u mee te geven. We gaan starten met de 5 analyses. 10 jaar geleden, beste mensen, schreven wij in het boek van dat we effectief veel moeten inzetten op klantvriendelijkheid enerzijds, klantgerichtheid anderzijds, op administratieve vereenvoudiging, het derde element dat u daar ziet staan. Ook op de multikanaal aanpak, verschillende media inzetten om die dienstverlening vorm te geven. En tot slot, het grote leidmotief zou zijn een grote stap zetten richting digitale overheid. Vandaar wil ik samen met u die 5 elementen kort even overlopen. Wat klantgerichtheid of klantvriendelijkheid betreft, sorry. Klantvriendelijkheid denk ik dat we absoluut moeten toegeven dat wij een gigantische evolutie samen hebben doorgemaakt. Het antwoord is dus absoluut ja. Wij zijn veel klantvriendelijker dan 10, 15 jaar geleden. De evolutie in zaken openbaarheid, inspraak, communicatie ook, klachtenbehandeling bijvoorbeeld, maakt dat we denk ik nu echt wel over veel klantvriendelijkere overheid spreken dan toen in die tijd. Er zijn ook heel wat mooie projecten mee gepaard gegaan en heel veel van die projecten zitten hier ook mee in de zaal. Nieuwe administratieve centra die zijn gebouwd, herinrichting van loketten, infolijnen die zijn geïnstalleerd, hele omkering ook in het denken naar baliepersoneel. De competenties van baliemedewerkers worden vaak upgegraded omdat dat heel belangrijke mensen zijn die dagelijks het verschil maken in die dienstverlening. De rol ook van een centraal onthaal, ook heel erg belangrijk in een nieuw administratief centrum. Dus ik denk dat op dat vlak klantvriendelijkheid niet te vergelijken valt met 10, 15 jaar geleden. Absoluut niet. 10, 15 jaar geleden moesten wij echt nog een beetje roepen in de woestijn. Hè. Moet u weten, de klant, dus gewoon die term klant zijn, de notie van klant, ja, dan moest je bijna gaan verantwoorden waarom dat je ook een burger als een klant ging bekijken. Ik denk dat we ondertussen die kapel hebben genomen. Ook in de vormen van dienstverlening. Hè. We hebben toen in die publicatie eigenlijk verschillende vormen van dienstverlening, formaliteiten dienstverlening versus een individueel sociale dienstverlening, een wat complexer grondgebonden materie bijvoorbeeld, en ook die collectieve dienstverlening. Wel, die rubricering eigenlijk, die zie ik nu toch wel duidelijk terugkomen, zowel op websites, maar ook in de inrichting van de loketten. Wie kon er denken 15 jaar geleden dat we een loket bouwen en wonen hadden? Bouwen en wonen, vroeger was dat ruimtelijke ordening en daarnaast had nog iemand voor stedenbouw en voor huisvesting en dan was er de technische dienst ook nog en die pingpongden van elkaar. Ik denk dat dat inderdaad op dat vlak heel wat veranderd is. Dus klantvriendelijkheid, absoluut ja. Klantgerichtheid anderzijds, en dan maken we denk ik toch duidelijk het onderscheid tussen enerzijds de vorm en de inhoud, dan komen we nu tot de inhoud, ja, dan denk je dat inderdaad de geïntegreerde dienstverlening, dat we op dat vlak wel een beetje ter plaatse zijn blijven trappelen. De processen echt vanuit de burger durven bekijken, dat is zeker niet gebeurd, al zeker niet tussen de verschillende overheidsniveaus heen. Een aantal voorbeelden kan je daarbij verzinnen. Ik wil niet te ver uitweiden bij het begin van deze dag, maar bijvoorbeeld een verhuis. Ja, wij gaan er vaak vanuit, als in, in het gemeentehuis toekomen, dat wij enkel die adreswijziging moeten notuleren en de rest zal dan wel zijn gangetje gaan. Wel, die burger zit vaak met heel wat extra vragen bij zo'n verhuis. We hebben zoveel jaren geleden een waslijst gemaakt, zoals we dat dan noemen, een waslijst voor verhuizen. Wel, dat kan gemeentebesturen helpen om effectief een veel vollediger, integraler, geïntegreerd antwoord te bieden aan die burger die gaat verhuizen. Er komen heel wat dingen bij kijken. Denk maar aan uw adresgegevens doorgeven, ook aan het postkantoor, aan de bankinstellingen, aan uw mutualiteit, aan uw werkgever, ook aan de vakbond, aan de school, aan de bibliotheek. Er komen heel wat andere dingen bij kijken bij enkel die adreswijziging. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik, van hoe dat we op dat vlak in de toekomst veel geïntegreerder zouden moeten werken.
probleem daarbij is natuurlijk dat wij nog altijd niet, en dat is toch wel frustrerend om dat zoveel jaren later nog te moeten merken, dat wij nog altijd geen veralgemeende toegang eigenlijk als gemeente hebben tot die authentieke bronnen. Die Rijksregister, Kruispuntbank, ondernemingen, het kadaster, het KRAP en noem maar op. Eigenlijk moeten we telkens keer op keer manueel koppelingen gaan leggen via onze dienstverleners, onze softwareproducenten. Wij gebruiken daarin geen duidelijke standaarden. Ik hoop dat er nu met het hele Oslo-project, dat u ongetwijfeld dat wel kent, de open standaarden voor lokale overheden, dat we daar eindelijk een stap in de goede richting kunnen zetten. Dat we dan eigenlijk ook over wat eenvoudigere en duidelijkere geïntegreerde overheid kunnen gaan spreken. En dat brengt ons naadloos, beste mensen, tot punt 3, administratieve vereenvoudiging. Zijn wij de laatste 10, 15 jaar geëvolueerd op vlak van administratieve vereenvoudiging en deregulering? Nee, antwoorden zou niet 100% juist zijn, maar langs de andere kant denk ik dat het er toch heel dicht tegenaan zit. Ik herinner mij nog heel goed een interview, een duo-interview, dat ik in Jobad had samen met de toenmalig staatssecretaris van Quickenborne, begin jaren 2000. Ik heb hem toen een lijst voorgelegd van een aantal heel pragmatische elementen die bij burgerzaken vaak, in formaliteiten vaak mislopen, die daar echt een handicap zijn in de wetgeving. Wel, die lijst, als ik die nu anno 2015 zou moeten opmaken, ik vrees dat die nog bijna even lang is dan toen. Alle mooie beloftes ten spijt. En ik heb daar geen plezier om dat hier te moeten zeggen, maar ik denk dat we met z'n allen echt nog wel een grote stap moeten zetten om meer vraaggericht te gaan denken vanuit die burger zoals er staat. Procesmatig denken ook, hè, dat is eigenlijk de basis. En daar moeten we eerlijk in zijn, beste collega's, dat we dat ook als lokale besturen vaak niet echt gewoon zijn. Dat procesmatig denken echt gaan in vraag stellen van wat is de toegevoegde waarde van deze stap in het proces, in die dienstverlening. Dat echt kritisch en ook pragmatisch durven bekijken. Ik denk dat we op dat vlak met z'n allen nog een stap vooruit moeten zetten. Ik wil wel zeggen dat we heel blij zijn met het initiatief dat bijvoorbeeld met Vlaar 4GEM, dus het initiatief van Corvée, Victor en VVSG, samen met ook de Vlaamse administratie, dat we op dat vlak toch wel, denk ik, mooie perspectieven hebben. Het hele verhaal van Oslo, waar ik u net al over sprak, ik denk dat dat stappen zijn, gigantische stappen in de goede richting. En dat we dan eindelijk inderdaad procesbibliotheken kunnen ter beschikking stellen als een open data, ik denk dat we in die richting in de toekomst verder moeten werken. En dan kan het heel wat eenvoudiger zijn. En dat brengt ons dan meteen tot punt 4 in de analyse, namelijk die multikanalen aanpak. Wij hebben 10 jaar geleden gezegd van kijk, we gaan evolueren naar veel meer media, veel meer kanalen om die diensten te verlenen. Dat is inderdaad gebeurd. Hè. Het is een zeer genuanceerd antwoord dat we hier moeten geven. Ik denk dat dat absoluut gebeurd is. We hebben met z'n allen heel veel ingezet op extra kanalen, op extra media, op extra front offices, zoals het dan noemt. Maar er zijn een aantal kanttekeningen bij te maken. 1, ik denk dat het vaak door beleidsmedewerkers of beleidsverantwoordelijken ook eerder als een doel op zich is naar voren geschoven. Wij moeten die app hebben, wij moeten die smartphone hebben, wij moeten die sociale media gaan installeren. Maar zonder, en dan kom je tot het tweede punt, die back-office ook mee te krijgen in het verhaal. Om ook het vanuit die oogblik eigenlijk wel integraal te gaan benaderen. En 3, en dat baart me eigenlijk het meeste zorgen, ik denk dat we ons toch wel eens kritische vraag moeten stellen of dat in al die media die we aanbieden, of dat we daar ook dezelfde kwaliteit van dienstverlening aanbieden, hetzelfde antwoord geven naar die burger toe. En daar ben ik er vast niet van overtuigd dat dat altijd het geval is. Ik ben er niet van overtuigd dat als iemand sporadisch belt, telefonisch naar het gemeentehuis en daar toevallig een beambte aan de lijn krijgt, dat hij hetzelfde volledige antwoord krijgt op zijn vraag dan dat hij zich zou aanbieden aan het loket waar een gespecialiseerd iemand die die materie helemaal kent, ook de personen gaat te woord staan. Ik ben er niet van overtuigd. Ik denk dat we effectief moeten werken aan veel meer integratie ook van die kanalen. En dan denk je dat je 1 ding heel centraal nodig hebt, dat is die nood aan de mid-office. Tussen die front-office en die back-office denk ik dat er een mid-office moet komen. Een soort van kennisbank, als het ware. Hè. Ook een centraal dossieropvolgingssysteem. Met het grote meerwaarde dat je daarin de status van je dossier kunt opvolgen, dat je effectief een volledig antwoord daarin ziet van welke stappen moet ik daarin doornemen. En dat ongeacht iemand aan de telefoon of aan het loket gaat voorthelpen of digitaal, dat dezelfde stappen in een bepaald product of in een bepaald proces ook worden gevolgd.
Het feit dat er zo'n mid-office is, heeft ook nog bijkomende voordelen. Dat hij het ook als een soort van kennisbank, als een database eigenlijk van procedurebeschrijvingen kan gebruikt worden. Ook in het kader van kennisbeheer. Hè. We zijn allemaal bezig met organisatiebeheersing. Onze leidraad, wel kennisbeheer, zeker in tijden waar je heel wat mensen toch wel op pensioen ziet gaan, is denk ik kennisbeheer ook heel belangrijk. En ik denk dat zelfs in dat verband zo'n mid-office een heel nuttig instrument zou kunnen zijn. Tot slot, de vijfde analyse, digitale overheid. Natuurlijk zijn er heel wat extra digitale loketten ontstaan. We hebben heel veel geïnvesteerd, zoals ik net zei, in front offices, in nieuwe websites, in digitale loketten ook. Maar vaak zijn dat toch nog wel vrij passieve loketten. En die echte digitale overheid met echte transacties, met echt een afhandeling van A tot Z op een digitale manier, ja, dat is denk ik op dat vlak eerder nog een rariteit. En ik denk dat we op dat vlak nog stappen moeten vooruitzetten. Ik denk dat er een 10 à 15 gemeenten zijn in Vlaanderen die echt een transactioneel loket aanbieden van A tot Z. Hè, dus volledig digitaal aanvragen en afleveren met de digitale handtekening erbij. Ik denk dat er slechts een 10 à 15 gemeenten in Vlaanderen dat momenteel aanbieden. Dus dat we op dat vlak een stap vooruit moeten zetten. Maar niet alleen naar het aantal gemeenten, naar het digitaal loket op zich, maar ook de producten die daarin worden aangeboden. Binnen die 10 à 15 gemeenten is het toch nog wel spijtig om te merken dat slechts een aantal producten in het kader van burgerzaken, bevolkingsadministratie, daar vooral worden in aangeboden. Maar dat we nu nog maar pas gestart zijn, ik kijk naar het voorbeeld in Mechelen, om nu de eerste procedures ook op vlak van burgerlijke stand te gaan digitaliseren. We hebben dus ook nog wel in het aantal producten nog wel een stap vooruit te zetten. Nochtans, beste mensen, zijn de voorbeelden legio. In de private sector zijn we dit allemaal al gewoon. Als wij een hotel boeken, als wij een reis boeken via een vliegtuigmaatschappij, als wij een webshop gaan consulteren, dan zijn wij gewend om bij zo'n persoonlijke internetpagina terechtgekomen, bij een PIP, zoals het dan technisch noemt. Hè. Een persoonlijke internetpagina waar je eigenlijk het resultaat ziet van je boeking, maar waar je effectief nog extra dingen kunt bijboeken, extra informatie krijgt aangeboden, waar je ook je status van je dossier kunt opvolgen en 2 dagen later nog eens kunt gaan kijken van hoe zit dat daar nu, is dat allemaal nog in orde en wat kan ik dan nog eventueel extra dingen in bijboeken. Wel, dat werken met die persoonlijke internetpagina, dat is denk ik het voorbeeld hoe dat wij inderdaad de stap moeten zetten naar een meer digitale overheid en een transactioneel loket. Goed, we hebben 10 jaar teruggeblikt. Nu is het kwestie van ook 10 jaar vooruit te kijken en een aantal stellingen daarin te gaan poneren. En de eerste stelling die ik met u wil meegeven is van dat wij denk ik toch wel een duidelijk een missie, een visie, een plan ook missen in dit hele verhaal. Er wordt te veel, denk ik, in alle richtingen geschoten. Veel projecten zijn er, talrijke, maar in heel veel verschillende richtingen. Heel veel grote woorden die ook worden gebruikt en dat iedereen voor eigen deur moet vegen. Ook heel wat beleidsverantwoordelijke burgemeesters die het vooral belangrijk vinden om die app of die sociale media te gaan lanceren, los van het feit van wat er dan mee wordt gedaan. Maar ook op Vlaams niveau, ik hoor toch heel wat ministers grote woorden verkondigen rond die dienstverlening, maar eigenlijk vooral uit zijn op een aantal quick wins, om op korte termijn nog te kunnen scoren. Ik denk dat we dat moeten achter ons laten en veel meer moeten samenwerken over organisaties heen. En ik denk dat op dat vlak er echt een masterplan nodig is. Ik heb het hier staan, masterplan nodig. Zelfs in Wallonië, en dat gaan ze in Vlaanderen niet graag horen, zelfs in Wallonië staat men op dat vlak, denk ik, verder heeft men een heel duidelijke, uniforme visie op hoe die digitale overheid in de toekomst moet ontwikkeld worden. Een heel duidelijk stappenplan op dat vlak. En staat men de facto eigenlijk ook verder. We moeten dat durven toegeven. En het grote voorbeeld, ik ging eind jaren 90 al naar congressen in Nederland, vind ik inderdaad onze noordenburen. Toen al was er zelfs in filmvorm al een presentatie van Overheidsloket 2000, ik weet niet wat u dat zich nog herinnert, OL 2000, Overheidsloket 2000, die nadien een heel duidelijk stappenplan heeft opgeleverd richting het verbeteren van dienstverlening lokaal. Met heel duidelijke stappen, ook heel verschillende partners die daarmee hebben op ingezet. VNG bijvoorbeeld, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, de commissie Joritsma, het programma Antwoord dat dan gekomen is, het KING, dus het Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse Gemeenten, de directeurs rond publieksdiensten die zich samen hebben gezet en een programma hebben neergeschreven, nu richting 2017. Elk jaar komen daar nieuwe duidelijke stappenplannen waar iedereen zich aan moet houden. En zo'n masterplan denk ik dat we echt wel nodig hebben.
Ik zie daarin ook een rol voor de VVSG weggelegd. Misschien moet dit vandaag een soort van staten-generaal zijn, beste mensen, en moeten we inderdaad nu de horde nemen van kom, we gaan nu samenwerken om die dienstverlening te verbeteren. VVSG doet heel wat en met heel veel waardering en appreciatie daarvoor. De opleiding ook bijvoorbeeld in het traject rond die service design met een aantal gemeenten, congressen organiseren zoals deze, de publicaties via Politea, het initiatief via Victor en Corvée, een e-government Herman Kalles met zijn medewerkers. Ik denk dat dat heel wat nuttig werk heeft opgeleverd. Maar als ik hier de rol van VVSG wil benadrukken, heeft dat vooral te maken met het beleidsmatig ook wegen op de agenda. Ik denk dat we echt als lokale sector met die Vlaamse overheid moeten rond tafel gaan zitten en veel meer gaan wegen om die dienstverlening echt een stap vooruit te laten zetten en om ook op een uniforme manier met de gemeenschappelijke agenda stappen vooruit te zetten. Goede cases naar voren brengen, een stappenplan en een agenda maken. Ik denk dat dat het opzet moet zijn. En dus, en dat ziet u onderaan in het geel gemarkeerd, ik denk dat er enerzijds van bovenaf een heel duidelijk kader moet geschept worden. Dat is heel duidelijk. Het moet gefaciliteerd worden van bovenaf. En aan de andere kant moeten wij de dynamiek van onderuit ook wel houden. En op dat vlak toch ook een kleine randbemerking. Ik zie heel duidelijk, ook in mijn eigen gemeente voor alle duidelijkheid, ik heb hier de wijsheid niet in pacht, maar dat bij besparingen, dat ja, communicatie, dienstverlening, die front offices, dat dat eigenlijk ook wel de eerste posten zijn waarin men gaat besparen. En op dat vlak denk ik is het toch een oproep. Mark heeft daarnet heel terecht gezegd van dit is onze core business als gemeente, dat we hier toch moeten blijven investeren. Tweede element in de stelling, de toekomst is digitaal. Moeten we niet ontkennen. Ik denk dat we absoluut moeten durven zeggen van de toekomst is digitaal. De klanten evolueren sneller dan wij als overheid, dus wij moeten daar proberen in te volgen. De digitale overheid is dus de toekomst. Ik denk dat we zelfs moeten durven zeggen van kijk, digitaal waar het enigszins kan en niet digitaal waar het moet. Ik denk dat dat het credo zou moeten zijn voor de komende jaren. Maar op dat vlak denk ik dat er één heel belangrijke bemerking is, dat wij de laatste jaren veel te veel naast elkaar hebben gewerkt. Mijn analyse die is neergeschreven in het voorjaar in voorbereiding van de publicatie die u straks meekrijgt. Is net op hetzelfde moment geschreven dat Simon van der Elst en Philippe de Rink ook hun bijdrage hebben geschreven rond Computer 6.0. Las u vorige week nog in Lokaal. Als u die bijdrage heeft gelezen, wel kijk, de analyse die ik hier vandaag wil voorstellen op dat vlak loopt volledig gelijk met hun analyse. Ik denk dat we veel te veel te prooi zijn gevallen aan eigen profilering. Ook nu radicaal digitaal, het nieuwe Vlaams programma. Laat me toe, en ik wil er zeker niet negatief in overkomen, maar toch een beetje sceptisch te zijn. Dit soort van woorden hebben we al vaak gehoord. Ik denk dat we echt de stap moeten zetten naar daden. En als we op dat vlak zien wat er gebeurd is rond bijvoorbeeld het gegevens doorgeven tussen overheden. Vorige week nog kwam er een brief binnen om weer heel wat gegevens door te geven aan de Vlaamse overheid. Gegevens waar ik 100% zeker van ben dat ze die zelf hebben. De productencatalogus. Ik heb het in voorbereiding van dit congres even nagekeken. Exact 13 jaar en een half geleden zat ik samen met een aantal softwareleveranciers en met de mensen van de VVSG om te zeggen van kijk, laat ons een stap zetten om samen een productencatalogus met procesbeschrijvingen, generieke procesbeschrijvingen te maken. Beste mensen, dat is 13,5 jaar geleden, eigenlijk pas vorig jaar, en alle waardering voor het initiatief, is eigenlijk het IBDC, het interbestuurlijke productencatalogus, is hier eigenlijk echt tot leven gekomen. We hebben in die tussentijd altijd het warm water moeten uitvinden. Ook op vlak van ICT-beleid, software. Waarom heeft de Vlaamse overheid ons niet, als ze dan toch belangrijk vinden om een nieuwe meerjarenplanning, een nieuwe gemeentelijke boekhouding op te zetten, waarom leveren ze dan geen software ter beschikking? Nee, elke 308 gemeente heeft voor eigen deur moeten gaan vegen, eigen gemeente moeten gaan kijken van welke software gaan we hiervoor aankopen. En men heeft ons dat op dat vlak denk ik een beetje aan het lot overgelaten. Momenteel gebeurt net hetzelfde met die omgevingsvergunning. Dus ik denk ook op vlak van software, ook op vlak van digitale loketten zoals u daar ziet staan, er zijn 308 verschillende digitale loketten ontstaan. Dus op dat vlak denk ik dat het warm water vaak is uitgevonden de voorbije jaren en dat we te veel naast elkaar hebben gewerkt. Maar goed, laat ons naar de toekomst kijken en positief zeggen van wat moeten we naar de toekomst veranderen. Dan denk ik dat standaardisering een heel belangrijk element is, uitwisseling van open data met het Oslo-principe, ook werk aan die authentieke bronnen om die inderdaad mee ter beschikking te stellen en dat we af en toe effectief de stap moeten zetten naar meer digitalisering en zelfs durven overwegen om die basisarchitectuur, die basis infrastructuur. Dat is toch ook wel een oproep naar de dienstverleners om daarin toch veel meer samen te werken en om daar zelfs vanuit de Vlaamse overheid misschien ook verplichtend op te stellen om hier en daar dingen echt ter beschikking te stellen in plaats van iedereen het warm water te laten uitvinden.
Ik ga verder naar punt 3, zorgen voor, naar, laten evolueren naar zorgen dat. Misschien een cliché, maar ik denk dat we effectief de stap moeten zetten van organisatie naar organiseren. Wij moeten voor de burger eigenlijk onze dienstverlening gaan afstemmen, dus meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening. Er zijn een aantal goede voorbeelden de voorbije jaren ontstaan, bijvoorbeeld de studietoelage toekennen, hè. Maar het zijn eerder uitzonderingen. En ik denk dat we echt nog een cultuuromslag nodig hebben om vanuit die dienst te denken, eerder te laten evalueren naar vanuit die vraag, vanuit die burger te denken. En aan de burger niet per definitie, want dat is dan een kritiek die dan snel opkomt, als puur vanuit de rol van klant als afnemer, maar eerder de burger als een leidraad in het vormgeven van onze dienstverlening. En dan denk ik dat een drietal dingen, beste mensen, belangrijk zijn. 1. Het kantelen van onze organisatie, 2. Het procesdenken en 3. Ook het samenwerken. En eigenlijk naadloos sluit het aan bij de publicatie van vandaag. Hè. Samenwerken rond dienstverlening, samenwerken met elkaar om samen stappen te vooruit te zetten in vlak van klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening. Eens dat we daar zijn, bij die geïntegreerde dienstverlening, denk ik dat we nog een stap verder kunnen gaan, een stap verder richting proactieve dienstverlening. Het automatisch rechten toekennen bijvoorbeeld. Sociaal, denk ik, is dat heel erg belangrijk. Als we gaan kijken naar onze OCW-materies bijvoorbeeld, er zijn nog altijd heel wat mensen die niet hun rechten kunnen opnemen of dat niet doen. Waarom moeten we niet de stap durven zetten ook naar het automatisch toekennen van rechten? Maar ook het proactief informatie verlenen. Ik denk dat we op dat vlak nog stappen vooruit kunnen zetten met z'n allen. En dat brengt me eigenlijk ook tot punt 4. Het is heel belangrijk als we zeggen, zorgen dat het gebeurt. Ja, dan is het eigenlijk minder belangrijk wie dat dan de facto doet. Dan is het eigenlijk minder belangrijk dat wij ons als gemeente daarin centraal stellen, maar dat wij ons als een rader in het geheel opstellen. Voor die burger bestaat er maar één overheid. En is dat eigenlijk allemaal, blijft dat een beetje een of wat men op de website van de gemeente of van de Vlaamse overheid of de federale overheid terechtkomt, men zou op dat vlak veel meer moeten uitgaan en de focus moeten leggen op één globale publieke dienstverlening zoals ik het hier heb staan. En dan denk ik dat vormgeving ook belangrijk is. Nu krijgen wij met tientallen, hè, toch wel portaals, websites, loketten, postbussen en om erop te maken. Logo's ook. Ik denk dat we op dat vlak ook afspraken zouden moeten maken in dat masterplan om een heel eenduidige portaal en toegang tot die dienstverlening te vinden. Daarin is heel belangrijk, beste mensen, ook dat de eigenheid van publieke dienstverlening toch wel bovenaan de agenda blijft staan. Ik denk dat wij niet mogen digitaliseren zoals de Bpost of de banksector dat heeft gedaan. Ik denk dat de eigenheid van onze dienstverlening, absoluut die sociale dienstverlening, die mensgericht, die persoonlijke dienstverlening moet blijven. Niet alleen in de sociale materies, maar in het algemeen. Het persoonlijk contact, op zoek gaan naar die achterliggende vragen ook. Hè. Naar die problemen die daarachter schuilgaan. Ik denk dat dat de essentie is van onze dienstverlening en dat we daar niet mogen op toegeven. En als we dan naar de toekomst kijken, onderaan de slide, dan denk ik dat absoluut de toekomst is meer digitaal. 24/7 loketten, transactionele loketten. 2, moeten we onszelf durven de vraag stellen van, moeten we niet meer plaatsonafhankelijk gaan werken? Waarom moeten mensen, het is eigenlijk toch een beetje onredelijk om anno 2015 nog aan mensen te gaan vragen om een dag verlof te nemen, om op het gemeentehuis langs te gaan, om een attest voor goed gedrag en zeden te gaan afhalen, om bijvoorbeeld een sollicitatie te gaan doornemen. Als mensen dag in, dag uit in Brussel of in Antwerpen werken, moet het toch perfect mogelijk zijn binnen deze digitale maatschappij. En met het e-government van pas, dat we eigenlijk op dat vlak toch wel het mogelijk maken dat mensen ook daar in een stadskantoor bijvoorbeeld een attest kunnen gaan afhalen. Ik denk dus die plaatsonafhankelijkheid is ook denk ik een toekomstperspectief waar we samen aan moeten werken. 3. Zelfs samenwerking met private sector en non-profit sector, denk ik dat daarin niet mag vergeten worden. Een begrafenisondernemer die heel de papierwinkel bij een overlijden voor u in orde brengt. Waarom kunnen wij een geboorte niet laten administreren in het ziekenhuis, waar de meeste van de geboortes ook plaatsvinden, in plaats van in een administratief centrum? Waarom, als wij op het moment dat wij een reis boeken, zouden wij niet spontaan ook kunnen afspraken maken om op basis van de bestemming ook hints te geven rond reispassen die moeten aangevraagd worden, een visum dat moet aangevraagd worden, inentingen die nodig zijn. Dit zijn denk ik voorbeelden van out-of-the-box denken die we in de toekomst absoluut nodig hebben om meer te durven met dienstverlening. En dat brengt me tot het laatste element, namelijk, we spreken over één overheid, maar dan denk ik toch dat lokale besturen en wij hier allemaal in de zaal aan zet zijn.
Want het meeste vertrouwen is er in die lokale besturen. Zowel in OESO-context als bij de vriendindicatoren wordt dit keer op keer duidelijk gemaakt. Een aandachtspunt is denk ik dan wel dat we een stabiele omgeving daarin nodig hebben. BBC, gemeente en OCW moeten integreren. Men spreekt zelfs over fusies. Het moet wel voor ons duidelijk zijn, en dat is toch een boodschap aan de Vlaamse overheid, duidelijk zijn dat we ons moeten kunnen focussen op die core business. En dan moeten we wel weten binnen welke omgeving, binnen welke constellatie dat wij kunnen werken rond dienstverlening. Maar ik denk dat er een heel positieve dynamiek is, beste mensen. En heel veel mooie cases die vandaag ook worden voorgesteld. En op dat vlak zie ik het wel heel positief in. En dan brengt me tot de allerlaatste slide. Als we zeggen 5 stellingen, 5 ook analyses, dan zijn het nu ook 5 conclusies. 1, ik denk dat we de perspectieven nog altijd hetzelfde zijn als 10 jaar geleden. En oftewel waren wij 10 jaar geleden heel visionair. Ik denk het niet. Oftewel hebben we de laatste 10 jaar te weinig mee op volle snelheid mee geëvolueerd. Ik denk dat we veel aan de vorm hebben gewerkt, maar dat we veel meer aan de inhoud moeten werken. We hebben een agenda, een visie, een missie nodig. We moeten meer samenwerken tussen gemeente en OCW, tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en verschillende bestuursniveaus, maar ook met onze dienstverlenings, co-creatie. Er is veel goede wil bij lokale besturen. Ik zie heel mooie cases hier vandaag ook op het congres. Maar tot slot, en daar eindig ik mee, de speeltijd is voorbij. Dat is een van de titels van de publicatie die u straks zal ontvangen. De speeltijd is voorbij. We moeten veel meer durven met dienstverlening. We moeten out of the box denken, durven stappen zetten naar die proactieve dienstverlening. En dat is een oproep die ik hier vandaag zeker wil lanceren. Ik denk dat we vandaag heel wat inspiratie gaan krijgen daarbij. En ik wens u dan ook heel veel succes, maar ook heel leerrijke dag toegewenst vandaag. Vol inspiratie en vol goede voorbeelden om vanaf morgen weer terug aan de slag te gaan. Heel veel succes daarbij. Dank je wel.